was al lang homo, maar ik kende de naam niet. Ik wist niet dat dat homo was. Allee, bedoel, spelenderwijze. Je deed verstopperke, je deed koortels, je speelde een monopolieke en je deed vuile manieren. Dat was allemaal, dat waren spelletjes allemaal zo, hè, ja. Dat doet niet. Een pitje trekken en zak lopen en gaan inkelen en in de koor springen. En natuurlijk echt... Dat was een van de bezigheden, zo. Maar dat deed toch iedereen? Ik bedoel, dan moest je nog niet homo voor zijn. Nee. En dan, feitelijk, het moment dat ik echt... gesnapt heb dat het geen wat ik was, dat ik homo was, dat is feitelijk op het moment gekomen toen ik in de befaamde uitzending van 70 of 71, van 1970, met Wilferdi en Erik de Kuiper en nog een aantal, dat was professor De Batsel, ben ik niet vergissen. En die zei toen, als men in zijn masturbatiefantasieën meer aan mensen van hetzelfde geslacht denkt dan aan mensen van een ander geslacht, als je seksuele dromen hebt en die gaan meer over mensen van hetzelfde geslacht dan van het andere geslacht, dan zou er een goede kans bestaan dat je homo bent. Een goede kans? Dat was allemaal heel voorzichtig en helemaal... En ik weet dat ik daar na die uitzending zat te zitten en dat mijn hartslag, ik denk dat de aders, ik had het gevoel dat de aders in mijn keel dit deden. Bom, 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 van shit, dit gaat over mij. En ik weet dat daar op een bepaald ogenblik ook een beeld kwam van dansende mannen in het GOC. En dat ik bijna flauw viel van en ik zat daar met mijn ouders in het salon te kijken. En mijn vader die maar om... En die onnozele wil nu zijn carrière naar de kloten. En waarom doet hem dat nu? Dan weet toch iedereen dat het een Jeannette is. En wat doet die onnozele na? Oh, dan zal het zich later wel beklagen. Ik denk van, wat doe je nou? Allee, dat. Ik had daar koorts van. Ik had daar een inwendige koorts van, omdat ik ja, dit gaat over mij, maar dit ga ik dus nooit aan iemand kunnen zeggen.